Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, dokter Ben. Ja, goedemorgen, Elior. Ja. Ja. Ze horen niet. Dat begrijp ik. Wacht even. Ik zal wat je hier op het staan kijken. Alles maar weggooien. Behalve die twee van u. Behalve die twee van u. Dat doe ik dan straks. Goed, ik zal die twee. Ik heb ze allemaal nog. En ik kan ze altijd. Ja, welke zijn die twee van u? Vroeg toe. Dat zijn deze twee. Nou, dat is niet goed. Oh, dan moet ik even kijken welke dan. Tesselhoff, begin met een mister bovenaan te zijn. Begin met een mister bovenaan. Oh, dus wacht, die mag dus, hè? Nou, die mag ook weg. Maar dat kan ik hier niet doen. Dus ik moet nu eventjes. Share screen. Even kijken. Begin met een mission. Ik heb het niet gemaakt. Ik dacht dat deze twee de laatste waren. Maar even kijken of we dan deze twee. Which was daar staat ik zie het zo. Ja, kan dit je hartje toe. Moet de bovenste in de lijn hebben. Even kijken. Een beetje. Ja, Tess ook. Dus die. Die moet ik bewaren. Die twee. Die twee moeten bewaren. Die hebben we nu net. Ja, oké. Okay. Dan weet ik dat. Ja. Dan ga ik de rest komen, want er staat zoveel. Wacht even, er is iemand aan. Die komt niet. Nee, ik krijg geen koffie. Hij moet nog even terugkomen. Hij moet terugkomen. Even kijken, dan moet ik even opschrijven. Ik heb hem al gecharterd voor 24 juli. Eventjes opschrijven. Maar dat is thuis. Mag ik even wat vragen, dokter Wierzowski? Voor deze keer. Dank u. Is het werk 4B? Of? Nee, ik spring vandaag. Oké. Op die leeftijd zou ik een beetje uitkijken. Ik heb de goede dag op dit moment. Op de Zoom staan. Wacht, ik zal een beetje groter. Ik wilde eigenlijk nu. We zijn al bij met Beidse begonnen. Vanwege toch wat meer dicht bij onze gedachten. En Jontuf. En ik wilde, omdat we natuurlijk dit. Zelfs de aanstaande Pesach. Ook Erev Tav Shinin doen. Wilde ik even overgaan naar het begin van het tweede Pijrijk. Want daar wordt heel uitvoerig over gesproken. Over dat Erev Tav Shinin. Hoe en wat en waarom. En zo, en dat is dus zeer, zeer actueel. En als we dat gedaan hebben, kunnen we volgende, althans voor Pesach, ook nog even de echte halacha van Erev Tav Shinin bespreken. Maar hier, de Mishne, die doet niet veel onder voor de halacha. Alleen zult u zien dat hij ook hier weer over een discussie in de Gemara bestaat van hoewel en hoe niet. Ik heb een aparte shiur over van Diane Elsass over de Eftafine. Ja? Wanneer? Nou, dan kijk de zondagavond voor Pesach. Dan kunt u, nagaan of u het weet. dat zijn de twee bladzijden. Tet Wof en Tet Zayin. We beginnen dus op Tet Wof. Tet Wof, dat is het begin van het tweede Perek, bovenaan rechts waar de Mishne begint. Ik zou zeggen welke plaats het is. Ik heb het niet nodig.
Dat is het geloof. Hier begint de Jonte. Dat is, Ellie, dat is 15b. 15. Bovenaan. Okay. Ja, ik zie je. Ja. En wij zien nog niks, hè, op scherm. Klopt. Ja, Jom Tov Perek Sheni zie ik staan. De dan... Perek Sheni, ja, tweede perk. Ja. Dank u wel. Nog meer voor degene? Nog meer? Het water nodig ook? Nee. Iedereen heeft alles? Ik heb hem hier in de geval. Dr. Bio, we zien niks. Op scherm zien we niks. Ja, op scherm staat er. Dat is een schuld van Paul. Even kijken. Bij mij is het zwart. Oh, ik heb ook dit maar. En Ellie, zie jij het op het scherm? Ja, ik kan het zien hoor. Ik kan het hier lezen. Ja, dan ligt het, dan ligt het aan mij. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja, okay. Het middelste begint ook met Yom Tov. Ja, oké. Okay. Dus, ja. Goed, dan ligt het echt aan jou, Tatjana. I'm sorry. Ik breng nog even in uw geheugen terug. Iets wat we een paar weken geleden hebben besproken. Maar dat is uitermate essentieel. En dat heb ik toen ook, dacht ik duidelijk verteld, want het hier staat, dus bij Pesach, bij het begin van Pesach, dus in Parshat Bo, daar staat dus bij, Pesach is dan Yontuf, en daar staat, kol melacha lo yeasel lahem, werk mag u op, niet op die dagen verrichten, en dan staat erachter, ach is een uitdrukking voor een uitzondering, ach, alleen als je een gele nefes, wat gegeten kan worden, of wat je eet, hoe levado, ja, selachem, dat mag je op die jontef maken. En we hebben toen gezegd, dit is de, zeg ik, de binyan af, de pasoe, die voor de hele Torah geldt. Wanneer er gesproken wordt over jontef, dan gaat, kom lagar, dan moet er eigenlijk staan, kom leger daarvoor. Kol melacha staat altijd bij Shabbat, omdat het inhoudt al het werk, ook het werk wat te maken heeft met koken, bakken, et cetera. En wanneer er staat melecha d'avoda, op andere plaatsen waar op Yontov staat, moet je maar onthouden, dan staat er altijd melecha d'avoda. Melecha betekent het echte werk, maar buiten is bedoeld, dat valt niet daarbinnen, het werk wat te maken heeft met het koken. En dat leren we uit deze pasoek voor alle andere situaties in de Torah die over dit onderwerp spreken. Ach, Asheya, heel. Dus er staat kol melacha. Al het werk wat alles inhoudt, dus ook het koken, zou je niet mogen doen. En dan komt de uitzondering. Ach, Asheya, heel. We gaan nefes. Alleen datgene wat je voor het eten nodig hebt, dat mag. En dat mag daarom ook op iedere jontes. En daar hebben dus de Chachamim een heleboel beperkingen aangesteld en we zullen zien waarom ze dat gedaan hebben. Niet voor niets dat dat gebeurd is. Ja? Dus nu kijken we naar de Mishne. De Mishne begint. De Mishne begint op pagina dus 15b. Yontov Shechol Yot Erev Shabbat. De Yontov die valt op vrijdag. Dan hebben we dus dit, de eerste cyclus van de zeven dagen van Yontov hebben we dit jaar dit ook zo. Omdat we hebben dus donderdag, vrijdag, Shabbat. Yontov die valt op vrijdag. Lo yemashel batchela miyontov leShabbat. Je mag niet dan kopen, je mag niet beginnen te kopen van Yontov naar Shabbat. Aval mevashelu leYontov. Je mag wel op de kopen voor Yontov. Wim hotie hotie. En wat over is, dat mag je over, mag je op Yontov gebruiken. Hotiele Shabbat. Mag je gebruiken? Mag je op Shabbos gebruiken? Op Shabbos gebruiken. Voorzet tafsil merv Yom Tov. Wat iemand wel kan doen is, hij maakt een bepaald gerecht, whatever, op vrijdag. De somech alaf le Shabbat. En is somech daarop, dat we zeggen, dat bedoelt hij. En dat is dan voor hem de begin, een eerste stukje maaltijd. Van ik ben dus nu begonnen al iets klaar te maken voor Shabbat, en daar mag ik op voortborduren om dan voor Shabbat verder op die vrijdag
dingen klaar te maken. Dus men zou in principe woensdag 2 kippen mogen maken. Eentje voor donderdag en 1 voor vrijdagavond. Dat doe je toch wel? Dat doe je toch wel? Nee, maar dan... Nee, want als je, je maakt het vrijdag, dan moet je het erf tafsiri maken ervoor. Ja. Maar je zou ze dus woensdag kunnen maken. Ja, mag dat? Ja. Dat vind ik een beetje raar. Achteraf, ja. Je weet niet welke dag Yontif is. Nou, wij gaan er nog altijd ervan uit. Kijk, dezelfde als met dat ei. Ja, de Yochanan Zakkai heeft 3 verschillende takkenot gemaakt. 1 daarvan was dat wanneer de getuigen kwamen heel laat, na Minche, dan werd wel die dag Yontif nog gehouden. Die was al voorbij, maar dat bleef zo in de volgende geslachten, zeg maar, volgende jaren. Alleen men was mijn koeders, de dag men maakte hem tot Yontif, op die tweede dag. De eerste dag was Midoraita, Yontif. Gaat hij beginnen voor Rosh Hashanah? Of gaat hij er al voor Rosh Hashanah? Dat ging oorspronkelijk voor Rosh Hashanah. Nee, maar het heeft toen vastgesteld, om geen verschil te maken tussen Pesach en Sukkot, om dat daar ook te houden. En er wordt gesproken... Sukkot bij Rosh Hashanah is anders, want daar heb je nog een twijfel. Ja, daarom zijn er bij Rosh Hashanah 3 verschillende takkenot gemaakt. De hele ene geldt voor Yerushalayim. Maar gaat dit over... Maar de andere... Gaat dit over Rosh Hashanah of over... Nee. Het algemeen? Nee, dit gaat algemeen. Maar als het dus niet Rosh Hashanah is, dan waren bijvoorbeeld de verafgaanden, die dus afhankelijk waren van de vuren en van bij hun was het altijd een safé. Want zij wisten niet wanneer je was. Dus je gaat altijd naar rechts en links en links naar rechts. En daarom, maar wat men wel kan doen, Paul, dat is een achterafje. Je kunt wel, eerst als je het vergeten hebt, zou je op de eerste dag iets kunnen extra kopen. Dat mag je legatillen niet doen, maar volgens halacha niet, maar zeker volgens de Gemara, we maken iets meer, want die zeg je, of het is vandaag Yontif, dan had ik het mogen doen, want morgen is een weekdag en Shabbos is Shabbos. Of het is vandaag weekdag en morgen Yontif, had ik het nooit vandaag mogen doen. Dat is niet... Maar, het is niet op vergeten, je maakt gewoon vrijdag voor Shabbos. Dat kun je niet altijd. Ja, maar in principe zou het ook duidelijk kunnen. Je kan... Nee, maar kun je nee. Zolang jij zegt, de 2 dagen Yontif zijn gebaseerd op een safek, en men heeft dat laten bestaan omdat het ingesteld is door een minjan mensen, door een groot betien, al die verschillende mogelijkheden hebben we inmiddels gehad, dan blijf je altijd bij een kleine mogelijkheid van dat het is of donderdag Yontif of vrijdag. Begrijp je? Maar ook als je die twijfel niet hebt, bijvoorbeeld je kunt met Sjoers. Als je de twijfel niet hebt? Dus met Sjoers kan op vrijdag vallen. Ja, oké. Okay. Maar je ook op donderdag. Daar zijn 2 dingen op te zeggen. Als je de twijfel niet hebt, dat hebben ze dus een tijd lang gehad in Jerusalem. Ja. Als er bijvoorbeeld een Elul alleen maar 29 dagen, dat was een tijd lang, dat men aan 29 dagen Elul heeft gedaan. Dus de 30ste dag was altijd Hoshana, ja. Ja. Dat was overal 1 dag Yontif. Ja, maar overal. Maar ook al heb je 1 dag Yontif, dan moet je voor. Ook al zou dan viel dan met de Edin Rosh Hashanah de eerste dag op vrijdag, wat we dus nu niet hebben, dan had je toch ook voor Shabbos moeten koken. Met Shavuos heb je het ook, je moet toch voor Shabbos koken. Shavuos is een aparte zaak. Shavuos wordt over gesproken. Omdat Shavuos heb je inmiddels de omertijd gehad. En er wordt gezegd dat toen we Mishum loop, om geen verschil te maken. Nee, maar als hoe dan ook, of dat je de 50ste dag telt, of van wat het kan variëren, maar stel dat dus Rosh Hashanah op vrijdag zou vallen, dan heb je toch eraftafjili nodig op donderdag. Als op vrijdag. Ja, dus met of zonder twijfel heb je hier of dat je nodig.
Ja, ergens. Sowieso, ja. In principe wel. Ja, voor de voorbereiding van Jontef naar Sabbath toe, heb je alle emotie, ook als je 100% zeker weet. Alleen als je 100% zeker weet dat donderdag Jontef is en vrijdag niet. En dat kon je alleen in de jaren dat de Takana van Rabbi Jochman Zakkai was. We vieren overal in het hele land en in de hele Bnei Israël. 29 dagen Elul, 30ste dag is het Jontef, dan was overal, niet alleen in Jerusalem, maar overal was één dag Jontef. En was dat, viel dat op vrijdag, heeft dat zin. Heeft dat zin, ging over het koken. Was het twijfel. Ja. Dat het okay. Volgende dag was. Dus, nu hebben we dus weer, zegt de Mishne verder, Beit Shammai Omrim Sheneet Afshili. Beit Shammai, en dan komen we dus verder natuurlijk op terug. Beit Shammai zegt, je moet twee dingen kopen. Beit Hillel omriem. En Beit Hillel zegt, tafsil echad. Eén gerecht is voldoende. Beshavim, en ze zijn het met elkaar over eens. En ik neem aan dat dat toen een gebruikelijke combinatie was. Dat de Mishnah dat zo zegt. Beshavim, ze zijn het met elkaar over eens. Bedak ubeetza, dat wanneer het gaat om een gerecht. Dat bestaat uit vis en dat is bestreken, zo vertaalt ook de Nederlandse vertaling het, bestreken met ei. She'alaf dan bovenop, she'heen snee tafsilin, dat mag je rekenen als twee tafsilin. Waarom Beit Shammai zegt twee tafsilin en met heel één taf, daar komen we nog uitvoerig op terug. Ja? Achalo, wanneer hij de erof tafsilin heeft opgegeten, os, voor Shabbos, oshavad, of het is verloren gegaan, looi je marcel alaf batrilla, mag je niet meer op grond van deze erftafsin die je gemaakt hebt, mag je niet meer beginnen te kopen, omdat het is er niet meer, en de bedoeling is dat je alleen mag kopen als aanvulling van deze waarmee je begonnen bent, wim shia menu kolsehu, maar als je een klein beetje over hebt gehouden, zo meeg al laf shabbat. Vaak hebben mensen de gewoonte, om bijvoorbeeld als een matsen met een ei of zo, dat ze die matsen gewoon gebruiken op Shabbos voor zoeneslissies, ik noem maar wat. Ja. Dat ze dus niet verloren gaat, dat in ieder geval op Shabbos nog aanwezig is, maar je kunt hem ook zeggen, gebruik hem eerder op Shabbos, de facto. Maar in ieder geval, je moet dus laten zien, daar gaat het nu even om, je moet laten zien dat ik begin op de Jontef te minder kedusha te geven ten gunste van de Shabbos. En nu is de vraag natuurlijk, de eerste vraag die we moeten stellen is de erftafsili nu bedoeld als een kavot, als een eerbetoon aan de Jontef of aan de Shabbos? Je kunt beide kanten, hè? Dat vraagt de gemoor dus nu. Mina hanemille. Vraag nu eerst, mina hanemille. Waar haal ik het vandaan? En dan krijgen we weer zo'n interessante reden waarvoor die erftafsilin is, die eigenlijk in wezen kant nog wel raakt, als ik dat even extreem mag uitdrukken, omdat de pesukim die de Gemara aanhaalt, eigenlijk neer zijn een asmakte. Ze zijn bedoeld als een, kijk, die posoek spreekt er helemaal niet over, maar er staat iets in die posoek waardoor ik een verband kan leggen. Maar het is natuurlijk niet zo dat op grond van deze postboek ik echt moet maken erftafsilin. Kijk maar. Asmachten is een... Asmachten is een... Hoe betaal je dat mooi? Asmachten is... Het is een link eraan die je gemaakt hebt, zonder dat er echt een logisch verband bestaat. Associatief eigenlijk. Een soort mnemotechnisch een herinneringswoord. Ja. Zegt de Gemara waarom? De Amakra, want er staat in de Torah, Zachor et Yom HaShabbat LeKadosho. En je moet, wij zeggen dus, Zachor, dat betekent, je moet de Shabbat gedenken met kiddus maken, met de wijn. Dat is de Pshat, hè? De Pshat van Zachor. En maar de Gemara wil hier zeggen, het feit dat de Torah hier gebruikt, het woord Zachor, want immers ieder woord kan ik van de Torah, daar kan ik iets aan vastborduren wat ik nodig heb voor de halacha. Zachor betekent denk eraan.
vergeet het niet. Zochreu, je moet eraan denken, meagar, shevar, laschicho, omdat het zou kunnen zijn dat je ertoe komt om niet, doordat de, omdat het Jontof is de dag van tevoren, om iets behoorlijks te eten te maken voor Shabbat. Je moet eraan denken dat Shabbos komt. Shabbos is een belangrijke dag. Shabbos moet je ook iets bijzonders hebben voor je soeders. Zochreu, denk eraan. En dat denk eraan doe je door je van tevoren te vergewissen dat je je denkt aan, ik moet denken waarom ik moet Shabbos, moet ik ook een behoorlijke maaltijd hebben. En daarom moet ik maken Erev Tavshin, zodat ik er niet toe kan komen om het te vergeten. Dus die pasoep, die slaat nergens op in wezen, maar is bedoeld als een link. Ja? Maitame, wat is de reden dat ik er toe zou kunnen komen om om niet eraan te denken of zo? Wat is de reden dat ik aan moet denken? Amarava, heeft Rava gezegd, Kedeshe Yivror Mana Yafa, of Mane Yafe, Lishabat, Mana Yafa Le Yontof. Ik moet eraan denken bij het begin van Yontof, dat ik zowel voor Shabbos als voor Yontof een behoorlijk iets voor een soede heb klaar liggen. Je kent al de verhalen van de mensen uit Oost-Europa vroeger. Mensen hadden geen geld voor niks. Mensen die zijn begonnen te sparen al, wat ze verdiend hebben vanaf zondag, kleine bedragjes, dat ze daarvan steeds een beetje terug hebben gelegd, dat ze een bedrag hadden, dat ze vrijdag voor Shabbos iets behoorlijks konden te eten kopen. En wij kennen dat gelukkig nauwelijks meer, maar toen was dat helaas schering en inslag. Ja. Ja. En Rav Ashi, die formuleert het ietsje anders, maar het komt in de praktijk op hetzelfde neer. En Rav Ashi maar kede seomeru, opdat men goed zal weten, dat men zou zeggen, dat men zou zich realiseren, één of fien miyontof de Shabbat. Je mag niet bakken, je mag niet bakken van yontof naar Shabbos, want je mag niet voorbereiden van één dag naar de andere zonder meer. Kalwagomer, miyontof de gol. En ook zeker niet van Yontof naar de feestdag. Je moet goed weten, iedere dag heeft zijn kedusha van Yontof en Shabbos. En voor iedere dag moet je iets behoorlijks houden. En wanneer je door en nu komt het dus direct, doordat je dus nu wat je mag maken en hoe je het mag maken van de ene dag naar de andere, van Yontof naar Shabbos, dat je daar een bepaalde beperkingen aan hebt, dat is speciaal gedaan. En als je dat niet doet, als je dan zegt, Shabbos is meer dan Yontof, en Yontof mag ik voorbereiden in dit verband voor Shabbos, want Yontof is meer nodig. Dan zou het wel zo kunnen zijn dat de mensen, we blijven dan de hele Shabbos mooie dingen maken voor Shabbos, en de hele kedusha van Yontof valt dan weg. Je kun je niet, de bedoeling is dat door de Erev Tavshilin je op het moment dat die dagen beginnen, dat je ze beide de kedusha geeft die ze behoren te hebben. En door dit Erev Tavshilin, door je te beperken met wat je mag maken, ook op Yontof zelf, is het zo dat je de Yontof toch, je houdt hem 's middags van je vrij om bezoek te krijgen, of om niet bezoek te krijgen, whatever het is, maar niet om de hele middag in de keuken te staan. Zoals vroeger, is het nog meer dan tegenwoordig geloof ik, hè, toen de dames de hele Erev Yontof in de keuken stonden. Het is tegenwoordig allemaal wat makkelijker gewonnen, heb ik begrepen. Goed. Nou, oké. Okay. Dus dat zijn voorlopig even de redenen van Erev Tavshilin. En met andere woorden, Erev Tavshilin wordt zeer zwaar beoordeeld in halacha. Dat wordt zo zwaar beoordeeld, dat komt bijna nergens voor, dat wanneer iemand dat zo in de halacha ziet, als iemand vergeten heeft, goed, we zeggen tegenwoordig, de raaf kan maken, de Erev Tavshilin voor de hele stad, dan een heel mooi. Goed en wel, maar in principe behoor je het zelf ook te doen. En wanneer je het vergeten hebt om te doen, is hetzelfde, eigenlijk zou je kunnen zeggen, als iemand vergeten heeft om de Shabboslichten aan te doen, dan krijg je eigenlijk de verplichting dat hij levenslang één kaars extra zou moeten aansteken. Als een soort knas, boete. En als hij vergeet om de geïnteresseerd te maken, dan is het zo dat hij eigenlijk niet meer, mag je in de
daarop nooit meer doen. Dan moet die altijd eigenlijk samen blijven zijn. Dus die misverzorging valt weg. Samen blijven zijn of op zijn kinderen of op de raaf. Dat je maar twee keer mocht. Ja, dan heeft het twee keer van gemaakt. Oké. Okay. Maar ja. Het is veel makkelijker als je dat raaf doet het wel, hoop je. Nou, dan hebben we Tenan, zegt dus nu de Gemara het volgende. Tenan, we hebben geleerd in de Mishneh. Ose tafsil me'erf yontef. Ik mag dus maken een gerecht op erf yontef. Dus zo meeg alaf de Shabbat. En daar kan ik aan vast, kan mij op steunen. Hè? Dat mag ik dan gebruiken als springplank, als begin van waaraan ik van verder mag knutselen. Op Yom Tov om voor Shabbos neer klaar te maken. Oké, okay. Zeg maar dat. Oké, okay. Bishlama de Rav Ashi, volgens de reden die Rav Ashi heeft genoemd. Rashi heeft genoemd de reden op dat men weet dat men niet zonder meer mag bakken en vuur gebruiken van Yom Tov naar een andere dag toe. Ook zelfs niet van Yom Tov, of zelfs niet, ook niet van Yom Tov naar de weekdag. Ja, kreeg jomo een of in Yom Tov Shabbat. Hainu, dat begrijp ik, als je dat zegt. De meer of Yom Tov in, en dat je op een of Yom Tov het mag koken, en bij Yom Tov lo, en Yom Tov niet. Ja? Wat Rav Ashi gezegd heeft, het is een speciaal iets voor de Yom Tov, dat je weet, op Yom Tov mag je niet voorbereiden voor de volgende dag. Dan kan ik die hele Ella de Rava, maar volgens Rava, mai aire me erf yontef. Dan waarom de reden van Rava, die komt hierbij niet uit. Want afilo bij yontef nami. 1. Volgens de reden van Rava, zou je op yontef zelf, omdat je de komend van yontef, je mag helemaal niet op yontef iets doen. Voor een andere dag. Rav Ashi heeft nog gezegd: je mag niet bakken van Yom Tov naar Shabbat toe. Begrijp ik dat je erf tafsil moet maken. Maar Rava, ja, die zegt dat niet. Want Rava heeft, wat heeft Rava ook weer gezegd? Zogreu, je moet de dag in gedachten houden. De Shabbat heeft een zegen dat je een behoorlijk gerecht voor die Shabbos moet maken, ja, dat betekent dus afilo bij Yom Tov nami, dat je op Yom Tov zelf helemaal niet mag iets klaarmaken mag voor Shabbos. Dan neem ik toch weg van de Yom Tov. Er is een verschil of ik zeg de hele reden is vanwege Zogreu voor Shabbos, of ik zeg nee, de reden is ik mag Yom Tov niet bakken voor andere dingen. Wat je niet bakken is Rav Ashi. Maar Rava die zegt, nee, Zogreu, je moet weten, je moet voor Shabbos een behoorlijk stuk maken. Nou, dan mag je waarom mag je niet op Yom Tov doen? Ja, zegt de Gemore, nou, enoch in Ami. Je hebt toch gelijk. Het is inderdaad zo, dat in wezen, zou je volgens de reden van Rava, zou je op Yom Tov iets mogen klaarmaken voor Shabbos. Maar daar ging het om, het ging dus om de Shabbos. Ela gezera shema yifsa. Het is een hele is dat je het op Yom Tov zelf ook niet mag doen. Is een gezera, is een speciaal verbod. Shema Yifsha, opdat hij niet, opdat hij niet de mist in zou gaan. Zou je het best kunnen vertalen, ja. Dus dat is duidelijk, hè? Dus hier hebben we al de basis gelegd tot een ploekte eigenlijk. Waarom nou wel? Of dat zien we wel niet. Hè? En volgens wie mag ik dus zeggen: van ik kan, als ik op Yom Tov iets gedaan heb, en kan ik iets overlaten. En het overlaten kan ik dan gebruiken. Ja? Dat kan ik doen als ik zeg: goed, oké, de COVID is voor Shabbos. Het hangt er vanaf waar zit de COVID. Ja. Zeg ik maar verder: Tana, Maitilo Mehaga. En dat je het toch niet dan moet doen van Yom Tov op Shabbos volgens Rava. Terwijl je het heel misschien wel zou mogen doen. Omdat je het doet voor Shabbos. En hier heb ik niks met, volgens deze reden
heb ik niks specifieks met Jontef te maken. Doe ik het daarom, verbied ik het toch met Haga. Eet als jij tofu en foe. Wat jullie nodig hebben om te bakken, mogen jullie die dag bakken. Weet als jij tofu baselu. En wat jullie koken nodig hebben, mogen jullie koken. Mikan, Amara ben Lazar. En uit deze pasuk in Torah, die Torah die staat overigens in de Parshat Beshalach, toen het manna voor de eerste manna viel, dan zegt de Kosmorgen of Moshe tegen het volk, wat jullie nodig hebben om te bakken, mogen jullie op Erev Shabbos bakken en op Erev Shabbos koken. Dus één, daaruit leert Rabbi Elazar sowieso aanvullen nog de dien, en dan kom ik toch aan het verbod van het koken, zowel op Yom Tov zelf als volgens mij de redenen op het verbod uit, omdat ik verklaar die pasuken, een of fin ella al deofui, ik mag alleen maar bakken aanvullend op wat reeds in gebakken is als voorspel, ween mas me waslin, en wanneer koken ella al een boussal, alleen op iets reeds aangekookt is voor de volgende dag, en die kan samkoeg hachamim, leeuw tafselin, mina Torah, en uit die pasuk, hoewel het dus een indirecte limoet is, hebben de chachamim gezegd, nou, je moet dat Erev Tafsilin toch beschouwen als een soort mina Torah. Ja? Dus ik kan volgens twee redenen kan ik het argumenteren. Ik zeg of het is een kobet voor de Jontef, en daarom mag ik Jontef niet zonder meer te veel koken voor Shabbos, anders verontruinig neem ik de kloes weg voor Jontef. En anderzijds is de kloesje voor Shabbos. En omdat de kloesje is voor Shabbos, betekent het dat ik op Shabbos het zelf niet mag doen. En dat ik het van tevoren beginnen moet met de voorbereiding. Oké. Okay. Tot zo de eerste invulling van Erev Tafsilin. En nu komt even een heel ander interessant stukje. En dat stukje, ja, dat is eigenlijk heel interessant. Wij zeggen toch. Wij zeggen dat Talmud Torah kneget kulam. Het leren van Torah, dat is voor ons eigenlijk het belangrijkste. Belangrijker dan vele andere mitzvahs. Het geldt overigens niet voor onder andere Megillah. Hè? De Megillah gaat op, als je iemand een sier heeft, iemand een vaste sier heeft, dan kan hij dus op, dan moet hij die sier onderbreken om de Megillah te lijnen. Hoewel de Megillah door de Rabbanan is. De Megillah hoort tot de Shema Mitzvot de Rabbanan. Ja. Maar het is zo belangrijk dat. Ja. En in wezen is het zo dat wat men. Er komt voor in de Torah en van de Gemara op een andere plaats dat de neef, ik weet niet van wie, van een van de Tana Amoraim, de neef, dat was een jonge man, die zei tegen zijn oom: ik heb nu alles doorgeleerd, alles geleerd. Wanneer mag ik eigenlijk beginnen? Ik wil ook graag geneeskunde leren. Of ik wil ook graag, wiskunde leren. Wanneer mag ik dat dan doen? Heeft zijn oom nog geantwoord: dat mag je doen op de tijd van de 24 uur, die geen dag en geen nacht is. Dan de woorden. Dat is de hoofdzaak voor ons, is het leren. En daar brengt de Gemara een interessante uitspraak over. Ja, hoe vaak is het dat? Het is tweemaal per etmaal. Nee, maar kan niet. Er bestaat toch geen moment van de dag die geen dag en geen nacht is? Je bent er maar zo. Ja, goed, misschien. Oké. Okay. Ja. Ja, dan heb je heel wat jaren tegenwoordig nodig om een studie. Als je op de vijf sprinten gaat, dan gaat het stukjes langer dan in de Tevenaar. Ja. Hallo, Rabbanan. We hebben geleerd in de Braaise. Maase Rabbi Eliezer. Het gebeurde bij Rabbi Eliezer. Mishaya Yosef Doreen Skolo Yom Kulo. Bij God Jontef. Dat hij de hele Jontef was hij bezig om shiurim te geven over Jontef. Ik denk dat dat Rabbi
Ik zeg, Rabbi Eliezer ben Hoorgenos. Je weet, Rabbi Eliezer ben Hoorgenos. Die familie was helemaal niet dat die. Had een, net als bij Rabbi Akiva. Had een familie die was heel vrij. Hij wilde leren. Zijn vader heeft hem toen onterfd. Zo boos was hij erover. Bij Rabbi Akiva. Die ook, maar mocht niet trouwen met een onterfd. Hij is toch gaan leren. En hij is een van de allergrootste geworden. En toen hij een keer als nogal vrij jong een hele moeilijke voorracht heeft gehouden, kwamen zijn ouders wel luisteren op zijn vader. En die hebben toen de onterfenis terug geschakeld. Hij was bovendien uitermate streng en onbuigzaam, kon niet met hem praten en hij is in de band gegaan. Tot het einde van zijn leven is hij in de band geweest. Hij heeft wel een eigen leerschool gehad, heeft talmidim gehad. Een van zijn grote talmidim was Rabbi Akiva. En die is een van de weinigen geweest die hem toen hij heel ziek was bezocht heeft. De anderen hebben zich allemaal gehouden aan de band en hebben hem nooit bezocht. En hij heeft nooit toegegeven. Van hem wordt verteld, dus het bekende verhaal, dat er was een bloekte in de leerschool over Toem en Tare. En toen heeft hij gezegd, ik heb gelijk, jullie zien, de muren van de leerscholen zullen buigen als bewijs dat ik gelijk heb. En toen bogen ze. Toen hebben Gaganin gezegd, we hebben niets daarmee te maken. Agus Morgen heeft de Torah aan ons gegeven. Wij kunnen beslissen over een aantal dingen hoe we je moeten paskenen. En dat moet volgens de meerderheid moet dat gepaskend worden. En al heb jij officieel 100% gelijk, we gaan toch niet volgens jou zaak rekenen. Heeft er verdriet van gehad? Ja, dat was Rabbi Eliezer ben Hoorgenos. Ben Hoorgenos. Had je beter niet kunnen laten rabbijn van Amsterdam. Nou, Jood is daar waren ze dus ook niet bij. Maar goed, je weet, er is een. Wij zeggen van Jood in het algemeen. Getsio Lochem, de Getsio Lochem. De halve dag is voor Kursmorgen, de halve dag is gedouchen. En de halve dag is voor jullie een jontof te maken, wandelen, weet ik veel. Ja. Dus toen die Rabbi Eliezer, die gaf daar les, en die gaf daar shiurim, en dan staat, zegt hij morgen, Yatze takat rishona. Toen is een eerst groepje mensen, die hadden geen zin meer erin op jontof, die hebben hem gesmeerd middenin. Amar, heeft hij gezegd, halalu bale tassin. Dit zijn, nou ja, luie mensen. Dit zijn geen serieuze leerlingen. Katsenia, toch een tweede groepje, is er een uurtje later ook, is verdwenen uit de leerschool. Maar toen heeft hij gezegd, halalu bale gaviot. Dit zijn mensen die, ja, letterlijk gaviot, die is bezighouden met het leegmaken van vuilniszakken, hè? Zakken. En Kat Shalishi, en toen de derde groep ook nog verdwenen, Amar Halalu Balei Kadin, dus ook de Balei Kadin, mensen die zich bezighouden met lege blikken verzamelen. Dus ook mensen die niet serieus zijn. En Kat Revi, de vierde groep is verdwenen, Halalu Balei Ligin. Dat zijn ook allemaal uitdrukkingen voor mensen die niet serieus willen leren. Hij was heel boos. Eén voor één gingen al die mensen die verdwenen uit de leerschool. Gaat Gamishi, Amaralu Bale Kosot. En toen bij de zesde groep, toen zei dat zijn mensen die alleen maar van drinken houden. En in Trilu Katsishi Latzeet. Toen begon ook nog de laatste groep te verdwijnen. Amar, toen heeft hij gezegd, Halalu Balei Me'era. Dit zijn mensen die ongeluk over zichzelf brengen. Natan Enaf Talmidim. En toen heeft hij heel boos die laatste groep aangekeken. Wij zouden zeggen, als blikken konden doden, dan heeft hij dat op die manier gedaan. Het giel op hem. Mishtanin, toen werden ze helemaal bleek.
Ja, de laatste paar die overgebleven, die konden niet meer zo 1, 2, 3 kennelijk de zaal verlaten. Amanahem. Toen heeft hij nog gezegd tegen hen, nou, Banai, mijn kinderhulp, jongens, Lolachem Ani Omer, ik bedoel niet iets tegen jullie te zeggen. Jullie zijn helemaal tot nu hier gebleven. Elola Halalu, Shayatsu, maar al dit, wat ik bedoeld heb te zeggen, was allemaal bedoeld voor al die echt midden in weggelopen zijn van de Shia. Shema Nichim Gaye Olam, die laten liggen letterlijk het Gaye Olam, het eeuwige leven, het Torah leren. Boskim Begaye Sha'a, en zich alleen maar bezighouden met dingen die geen eeuwigdurende van waarde hebben. Bishaab Tiratan, Amalehem. Maar toen ze weggingen, de laatste groep heeft hij toch gezegd tegen hun: de goe, gaan jullie maar in vrede weg. Ichru Masmanim, eten jullie lekker eten. Ushetumam Takim, is een pasoek in de nacht. En drinken jullie lekkere dingen. Shelchumanot Leena Gonlo. En stuur ook geschenken en eetwaren aan hen die het niet hebben. Kikadosh Hayom Ladunenu. Want de dag, dat is toch een dag, een heilige dag van ons morgen. Het is toch een Yomtev. De Alte Atsru. En wees niet verdrietig vandaag. Kikadosh Hashem hi Moschem. Want de vreugde van, in Hashem, dat jullie doen Hashem, is jullie kracht. Ja. Ja, toch nog even iets menselijks over zich. Toch. Ja, ja. Zijn ze allemaal pionnen zo ver gelopen? Wat? Ze... Ja, het was een pion. Ja, ja, dat ja. Ja. Maar hij was heel boos dat ze weggelopen zijn. Ja. Ik weet niet waar het vandaan komt dat wij, ja, ik weet wel, dat wij, bij ons is toch de minne om op Jontef de raad te bezoeken. Ja. Het minste, goed, dat steken van Jon, ja. Maar ik dacht dat dat gebaseerd is op het verhaal van die vrouw die geen kinderen had. En Elisha, de profeet Elisha, die kwam af en toe bij hun wonen. En toen hebben ze een kamertje voor hem gemaakt. En toen vroeg hij op een bepaald moment, kan ik iets voor jullie doen? En toen zei ze, nee, ik ben toch Ani, hè, Ani Yosef. Ik ben iemand die niks extra vraagt. Toen heeft hij gezegd, ja, maar je hebt geen kinderen. En toen kreeg ze een zoon. En die zoon is toen plotseling doorgegaan. Oh, en toen, ja. toen is zij naar de profeet gegaan. En toen ze daar kwam, zei de profeet tegen zijn dienaar. Dat was een onbehoorlijk persoon. Ja, hoe heette die? Kasi? Nee, hoe heette die? Ja. Hoe heet het? Met zijn naam. Zei die, ik weet niet waarom. Hij zei ons, kom bezoeken, ga eens naartoe. Wat is er aan de hand? Vandaag is toch geen Yontef en geen feestdag. Ja. Ja. Hij was ook een van de drie, zegt de Mishnah, een van de drie mensen die de laatste waren en die het kamp uitgegaan zijn. En die toen de Ammonieten zag dat ze allemaal gevlucht waren. Hij was een heel slecht iemand. Heeft al het geld wat zijn baas kreeg of zo, heeft in zijn eigen zak gestopt. Heel merkwaardig. Ja. Oké. Er is niks nieuws onder de zon. Dat blijft altijd bestaan. En nou, de Gemore, waarom brengt de Gemore dit verhaal? Omdat de Gemore zegt, hier kunnen we iets aan leren. Wat dan? We hebben net geleerd gehad dat Rabbi Eliezer heeft tegen hun gezegd, tegen die leerlingen, zij manichin gayolam, zij laten liggen, of bekommeren ze niet om gaye olam, om het echte leven wat je hebt als je Torah leert, en ze willen zich veel liever bezighouden met leuke dingetjes.
En dan lopen ze weg. Zegt ik, maar waar, begrijp ik niet, zeg ik, maar Simchat Yontef Mitzvahi, het is toch zo dat de Simcha om Yontef als een Simchadag te vieren, ook met je familie, is toch een mitzwe? Hoe kan hij dat nou gezegd hebben? Ja, antwoord de Gemore, of daarop zegt de Gemore, Rabbi Eliezer Tamei, Rabbi Eliezer houdt zich bij zijn. Bij zijn reden, bij zijn uitspraak, daar maar, want hij zegt namelijk, Simchat Yontef reshoot. Simchat Yontef, wij zeggen, Simchat Yontef is een mitzwe. Maar hij was een hele, ja, hij was echt, ja, een wetenschappelijk type, zo wij zeggen. Hij alleen maar, vond alleen maar leuk om te leren. Dus hij zegt, Simchat Yontef, dat vind je misschien dat het een mitzwe is, maar ik zeg, het is hooguit een resoet. Het is toegestaan. Maar om te zeggen, dat is een mitzwe en je mag daarom het weglopen uit de leerschool, dat is niet mijn, Rabbi Eliezer, mijn mening. Tanja, bewijs, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer heeft op een andere plaats gezegd, één lola adam, yom tov, ella, o ochel shote. Er is niks anders dat de mens op Yontef moet doen. Of hij moet maar eten en drinken. Dat moet hij dan maar zelf weten. O, Yosef, Mishoné. Of hij moet echt de hele dag door blijven leren. Dat is eigenlijk wat van hem echt verlangd wordt. En Rabbi Yeshua Omer. Rabbi Yeshua zegt, nee, je moet bij Yontef moet je echt weten dat je bewust een compromis mag maken. Galkeu, je mag de dag delen. Getso lachem, de getso lachem. De helft voor Akos Morgu en de helft voor jullie. Ik weet die poot, hebben ze altijd gebracht in Israël toen er de yeshiva was. Die yeshiva, die heel veel van die yeshivas, die dabberden op, met name op Rosh Hashanah, tot diep in de middag. Hè? Diep in de middag. En dat is Yontef. Getso lachem. Ja, wij overdrijven, misschien overdrijven wij dus een beetje. Ja, maar de anderen moeten niet schokken. Wat? De anderen moeten schokken, die God Hashem, de Soede. Jawel, maar dat is een beetje lichthoofdig. Ja. Ik moet denken, wij hadden een hoogleraar, iemand die vertelde mij, toen was ik een lange assistent. En vertel die altijd, er was, zegt hij tegen mij, die dat, tegen een heel groepje, moet je nagaan, zegt hij, hoe de generaties, hij was een wat oudere man, hoe de generaties veranderd zijn. Toen ik studeerde, zei hij, nou ja, als je specialist wilde worden, hebben heel veel hoogleraren, hebben je niet eens aangenomen als je getrouwd was. Want die zeiden, je moet gewoon, die paar jaren dat jij je specialiseert, moet je je helemaal aan de studie wijden, anders zul je nooit een goede dokter worden. Nou, zegt hij, en wat mij nou gebeurd is, wij hebben hier een assistent in onze groep, een co-assistent was dat, en die moest een tentamen doen, en die wist er niks van. En toen heb ik gezegd, tegen hem, jij gaat nu, het is nu voor het weekend, jij gaat nu naar huis, en je gaat studeren, en maandag kom je terug om de tentamen nog een keer af te leggen. En weet u wat hij geantwoord heeft? Het weekend is voor mijn familie. Het weekend studeer ik niet. Echt? Nou, dat is een godsbetoning. Ja. Had zijn principes. Ja, ja. Nou, die is misschien nooit een specialist geworden. Ja, die is beroemd geworden. Tegenwoordig alleen de chirurgen. Hier bij Boerman mocht je niet getrouwd zijn. Nee. Maar bij de meeste anderen wel. Ja. Ja. Bij ons omgekeerd. Op Gazen moest het trouwens zijn. Ja, op Gazen moest het trouwens zijn. Ja. Ja. Nou, omdat de Yamin Marie, volgens mij. Ja, maar ja. Oh ja, en dan zeg ik morgen verder. We zijn er gebleven. Dus Rabbi Yeshua zei, Galkeu, je moet die dag verdelen, Getzio Lashem,
Reget Zorachem, de helft is voor jullie en de helft voor het leren. Abraham Nachman, en toen heeft Rav Nachman, Rabbi Yochanan, pardon, gezegd, Usneem, Mikra, Echad, Darsu. En die beide opvattingen leren de beide leraren uit één pasuk, of uit éénzelfde pasuk. Katu Vechat Omer, er staat één pasuk, Atzeret Lashem Elokecha. Het is het feest voor Hakadosh Baruch Hu, dus de dag dat je alleen maar moet bezighouden met Limude Kodesh. We Katu Vechat Omer. Maar er is een ander pasuk die staat, Atzeret Ye Lachem. Dus Atzeret Lashem Elokecha. En Atzeret Ye Lachem. Het is een feest voor jullie. Haketzat, ja? Haketzat. Hoe moet je dat dan darsenen? Zegt Rabbi Eliezer, Savar, O Kula Lashem, O Kula Lachem. Die zegt, nou ja, het is helemaal de bedoeling, het is helemaal voor gesproken. En als je dat niet kunt doen, wil, dan gebruik je de hele dag alleen maar voor jouw pleziertjes. En Rabbi Yeshua zegt, Galakeo, de bedoeling is dat je van die twee psukim, waarvan de ene zegt, het is Lashem, en één voor jullie, je moet het delen, Getsu Lashem, Getsu Lachem, die psukim willen zeggen, de ene helft is voor jullie, en de andere helft is voor Hashem. Ja. Dan zegt de moeder verder, we hebben boven gezegd, dat Rabbi Eliezer zei tegen die mensen, ja, jullie mogen naar huis gaan en jullie mogen gewoon de jonten vieren. Maar denk erom dat jullie ook geeft eten en goede dingen aan degenen die niks hebben. Le'een naar Gondlau. Vraagt de gemoren, maar le'een naar Gondlau, wie zijn bedoeld voor degenen die niks hebben? Maar Rav Gisten heeft Rav Gisten geantwoord, le'nie. Dat is ermee bedoeld. Niet letterlijk degene die geen geld hebben om dingen te kopen. Nee, maar degene die verzuimd hebben om even te maken. Dus jullie moeten geven ook lekkere dingen. En dat ze jonten kunnen vieren aan de anderen. Maar wie zijn die anderen? Dat zijn die anderen die dus Erof Tafsilin niet gemaakt hebben. En dus niet hebben kunnen koken. En niet voor hebben kunnen zorgen voor een... mooie jonte maaltijd. Ja. Zegt de Gemore, ik heb de omre Michelo Hayalo Laniach en Rotafsilin. Sommigen verklaren het anders en zeggen Michelo Hayalo Laniach en Rotafsilin, maar Michel Hayalo Laniach. De anderen zeggen nee, degene, je moet, zeggen net, je moet het opgeven ook aan de mensen die dus geen eutanasie gemaakt hebben, maar ik zeg je, dat betekent veel sterker, dat zijn de mensen die dus eutanasie inderdaad niet gemaakt hebben. En iemand die het niet gemaakt heeft, Bloeniach, Poseahu. Die is nog even net gezegd, dat is iemand die niet goed doet, die de wet overtreedt. Dus met andere woorden, je hoeft eigenlijk hem niet nog te belonen door dat hij zich niet heeft, precies. Ja. Ja. Nou ja, ik krijg zelf altijd mijn sidur in de keuken vast klaar, zodat je het niet kan vergeten. En ook samen met mijn vrouw, en ik vertaal het ook altijd, want het is een Aramees. Ja, staat staan. Wat zeg je? Ik breng ook staat een vertaal in, omdat je moet begrijpen wat er gezegd wordt. Ja, nee, maar je ziet dus dat de Gemore nogal zwaar tilt aan degene die tilt heel zwaar aan. Diegene die geen eutanasie maakt. Ja. Maar je kan het toch wel op huidige maatschappij kunnen op vertrouwen, dat we zeggen ook alle bewoners van deze stad. Dus, een ontsnappingsclausule een beetje. Ja, dat is, ik heb het ook wel eens gevraagd, maar het is toch de bedoeling dat iedereen het wil zeggen. Ja, tuurlijk. Maar de opperwijn mag dat dus... Het wordt bij ons al gezegd, je kunt op mijn opperwijn, je kunt op mijn over vertrouwen. Hij zegt, ik doe dit
voor mij en de Gol Hadorin. Oh. Maar het is zo dat volgens de halacha geldt dat eigenlijk, oh, dat kan hij niet alleen doen. Kijk, thuis kun jij nemen iets wat gekookt is, dat neem je in je handen en dat kun je dus zeggen, die formule heb je echt op zich gemaakt. Maar de oprabijn die het voor de hele stad doet, kan dat niet zonder middel. Die moet het doen, dan moet iemand hem, net als bij de verkoop van gameets. Je moet eigenlijk, als je een gameets verkoopt, dan moet je hem een voorwerp geven. Dat voorwerp, dat is dan het symbool van de overdracht in bezit. En ik geef u dit in bezit, om voor mij dit dan te verkopen aan een niet-Jood, waar ik Pesach geen gomets heb. En hetzelfde geldt als de oprabijn voor de hele stad maakt Erta Shilin, dan moet eigenlijk iemand anders, geeft hem dat in de hand en hij neemt het aan als een soort iets koné zijn. Hij neemt het in bezit als zijnde een symbolisch wat hij krijgt van de gemeenschap om voor hem die mitsen te doen. En daarmee kan hij het doen. En ik moet zeggen, ik heb er vroeger ook altijd mijn moeite mee gehad, maar als je nu die laatste maanden, zullen we zeggen, van de Daf Yomi, dan zie je in dat om iets rechtsgeldig te maken, heb je soms een aantal handelingen nodig daarbij. Het alleen maar het zeggen is niet altijd voldoende om de juridische handelingen, als je niet juridisch denkt, dan denk je zo niet. Maar die juristen die zeggen, dit is, bijvoorbeeld je kunt ontvluchten aan je iets wat je opgenomen hebt voor jezelf te doen. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat je het niet op de juiste manier gedaan hebt. Sommige dingen, kijk, als iemand voorbij komt en die is een Nazireër en je zegt, ah, ik wil ook, dan ben je een Nazireër. Ja. Even van de andere voorbeelden. Maar ik denk aan die twee haren. Ja. Als iemand, je ziet die twee haren, die zegt, ik ook. Ja. Bij definitie telt het niet, maar hij weet het niet. Nee. Ja. En dat, maar ja. Goed. Dat maar ik wil alleen maar zeggen dat juridisch zijn heel veel dingen noodzakelijk. Ja. Om, je kunt ervoor, als jij in een winkel staat en jij betaalt, weet ik niet of betalen alleen voldoende is om echt juridisch het in bezit te zijn. Je moet er naar je toe Kenyan halen. Ja. Je moet Kenyan betekenen, ja. Je moet een Kenyan doen. En dat Kenyan, ik weet als ik de Kromers verkopen en geven dan Simi, dan zegt hij altijd een soester op, moet je een pen of wat dan ook, dat doe ik. Dus met andere woorden, je zegt wel, ik doe het voor de hele stad, maar wil het ook geldig zijn voor de hele stad, dan moet je het ook op een geldige manier doen. Waarom zeggen we het dan? Juridisch gezien is het zeggen niet helemaal voldoende. Ja, maar waarom is de tekst er zo gemaakt? Ja, omdat die tekst, die moet je verbinden. Met een handeling. Ik denk dat... Wordt er iets gegeven aan de openheid? Wordt er wat gegeven aan namens de gemeenschap? Aan de operawijn. Dat hij dat dus... En dan nee, de operawijn geeft iets aan de niet-Joodse. Je hebt natuurlijk ook al dingen die zijn volgens die de man goed. Dus eist dat de Nederlandse staat of is dat... Ik denk dat er dingen zijn in de Nederlandse staat. Ik weet bijvoorbeeld, in de vorm van het Joodse werk kun jij niet een stuk grond kopen zonder dat je op zijn minst over dat stuk land loopt. Hè? Of eromheen loopt. Ja. Ik weet niet of je volgens de Nederlandse... Stel dat je het koopt voor geld in de Nederlandse wet en je neemt het niet op de een of andere manier door een Kenyan, weet ik niet of het 100% kan zijn dat de mensen het zo beschouwen, maar of het inderdaad 100% in jouw bezit overgegaan is, dat zou je een jurist moeten vragen. Er zijn meer dingen... Antiklopgeld geldt wel. Huh? Je loopt er van overheen, je bekijkt het. Het zijn handelingen. Is handeling. Ja, precies. Maar luister, als je een huis koopt, koop je ook de grond erbij. Ja. Is dat ook duidelijk? Heel duidelijk. In Amsterdam dat niet, maar nee, dat is protocolair vastgelegd. Ja. Dat het hier niet zo is. Nee, erg vast. Ja. Dus, maar betekent dat als,
automatisch neem je bezit van de grond, omdat het helemaal omheind is. Het is je gebied en je loopt eroverheen en weet ik veel wat allemaal. Het is niet vrij toegankelijk voor... Nee. Ik heb wel eens gehoord dat als het een hek is, dat iemand die het koopt het hek dicht doet. Ja. En dat dat de handeling is, wat doen die eigenaar? Maar geldt dat voor de Nederlandse wet? Ja, in Nederland is het zo maar echt. Nee, maar gewoon, in Nederland gaat het gewoon via het kadaster. Maar kijk, dat zijn hele moeilijke. Nee, kijk. Dan, ja, voor de apotheek heb ik zo 50 jaar gewerkt met een Gomes-contract of een ook. Ja. Dat is opgesteld door Raaf Joest en Meester Duizend. En bij, op een gegeven moment krijg je toch ook dat die opiumpreparaten. Ja, kan die kooi ook zomaar de morfine mee kopen. Dat soort dingen. Ja, dat is dan niet zo belangrijk en zo. Het gaat om de intentie en zo. Maar als het helemaal klopt volgens de Nederlandse wet. Maar in geen wet, ik zeg de Nederlandse wet. Je hoort nu firma XYZ komt aan de beurs. En je kunt dus... aandelen kopen. En die maar betekent dat dat die bierfabriek van jou is? Nee, dat jij daarvan mag drinken? Nee, er is al lang over gediscussieerd. Ja, maar goed. Maar dat zijn allemaal van die dingen. Kijk, er gebeurt natuurlijk 101 dingen die gebeuren zonder meer. En niemand die daarnaar verder omkijkt, dat het zo is. Dat je bepaalde dingen koopt of huurt op bepaalde manieren die heel letterlijk volgens de wet anders zouden moeten. Maar dat zijn dingen van het dagelijkse leven, die zijn ingeslopen. Maar wat echt juridisch moet, met andere woorden, als er problemen komen, dat je je daarvan kunt, dat je ontheffing hebt, omdat je het niet goed gedaan hebt. Dat kan best zijn dat er dingen zijn. Net als de sogar, als jij een bekeuring krijgt, en ze schrijven jouw naam met één S, in plaats van TS. Ik heb het meegemaakt in Amerika. Ik heb van New York naar Boston moeten gaan. En dan ga je naar een staatje. En dan was blijkbaar een limiet voor het rijden. Ik reed achter mensen aan. Die reden 85 mijl. En ik reed 85 mijl. Ik mocht maar 55 zijn. En wie halen ze eruit? Mij halen ze eruit. De politie. En zegt, ik moet naar het ziekenhuis. Ik moet naar het ziekenhuis. Dus ik weet het allemaal niet. Zo, toch een boete. Heb je al doorgegeven? Je nummerbord. En zeg ik, dit is gebeurd. Maakt niet uit. Die hebben de naam. Een jaar later, op Shabbos weet ik nog, kreeg ik een briefje van American Federal, weet ik veel wat. En er stond in mijn naam verkeerd gespeld. Ik dacht, nou, bekijk het maar. Ja. Maar $399, het was $300 met de autobeslag genomen. Met $299 mocht je auto nog houden. Het was gehuurd. Dus dat... maar je, inderdaad, een naam verkeerd, dat betekent niet dat jij het hoeft te ontvangen. Met schoonouders heb ik nooit. Een jaar later wel. Nee. Toen ze jonger waren. Nee, wil je ook niet gewoon schoonmaken? Ook nog, ja. Nee, wij ook schoonmaken. Ja, vroeger dus, mensen hebben het schoonmaken. Tegenwoordig. We hebben thuis ook zo'n. Ik heb ook het meestal opgemaakt. Dat is niet echt nee. En dus een jaren het gewoon met wat ingedrongen kan zijn in de poriën van de pannen. En dat ja, nou doe maar dat. Ja, we hebben het meestal gewoon met opgemaakt. Oké, Schaaf. Ja. 500 gulden. Ja. 500 gulden. Oké, prettige dag verder.